Aanstaande vrijdag de belangrijke wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en MVV. En waar vinden we de ploegen terug? MVV staat op de vierde plek met 45 punten uit 25 wedstrijden. De Eagles staan op de zesde plek met 43 punten uit 27 wedstrijden. Even een terugblik. Afgelopen vrijdag gewonnen van Sparta, de koploper. Ja, dat was natuurlijk een uitstekende prestatie. Hè, met een geweldige entourage in het stadion. Ambiance, goede wisselwerking tussen publiek en spelers. En ja, zo moet het zijn. Ja, was de wedstrijd vol passie en vuur? Heroïek zat erin. En was een geweldige wedstrijd, ook door het scoreverloop. Ook zeker de eerste helft kwaliteit van voetbal. En ja, daar hopen wij morgen op voor te beduren in de thuiswedstrijd. Ja, want afgelopen maandag was de wedstrijd tegen Cambuur. Dat was toch een hele andere soort wedstrijd, kan ik dat zo zeggen? Ja, natuurlijk uitwedstrijd. Maar ja, daar was het veel moeilijker voetballen. En de veldomstandigheden die speelden daar een grote rol in. En ja, het heeft me wel geïrriteerd, de grondhouding van de spelers op dat vlak. He, dat ze dan niet kunnen omschakelen, dat ze niet de flexibiliteit hebben om op een ander soort voetbal over te gaan. En in ieder geval niks weggeven. En ja, de goals die we daar weggeven, dat zijn cadeautjes. Ja, want waar moeten ze dan op omschakelen? Nou, naar een ander soort voetbal. We hebben een hele voetballende ploeg. Wij zijn gebaat bij een heel goed veld, zoals we hier in de Adelaarshorst hebben. Complimenten voor de mensen die daar altijd heel druk mee bezig zijn. Helaas zie je dat niet in alle stadions liggen. En, ja, maar bij Cambuur, dat sloeg alles. Dat was een zandbak. En, maar goed, dat mag allemaal geen excuus zijn. Dan moet je dus omschakelen naar een ander type voetbal. En we hebben de goals veel te makkelijk weggegeven. En dan loop je achter de feiten aan. En dan sta je zonder resultaat. En ja, we hadden heel graag die aansluiting naar boven gepakt. Veendam is definitief failliet. Wat betekent dat voor de Eagles? Ja, dat is vreselijk voor de hele Jupiler League. Het is al de tweede club die failliet gaat. Ja, als dat zo doorgaat, heb je straks geen competitie meer. Dus dat zijn hele slechte ontwikkelingen voor de Jupiler League, voor het totale Nederlandse voetbal, dat dit soort zaken tot stand komen. Kijk, op korte termijn, plaats ik voor de Jup voor de play-offs, ja. Is het niet ongunstig. Hè, om bij de eerste negen te komen. Maar desalniettemin zullen we het zelf moeten doen. En zullen we nog wedstrijden moeten gaan winnen. Maar in dat opzicht ziet het er beter uit. Voor plek 1 tot en met 5 ziet het er wat slechter uit. Ja, de wedstrijd MVV. Hoe ziet die eruit? Ja, MVV is dus 6 punten kwijt. En met een overwinning op MVV. Dan kunnen we ze achterhalen. Dan komen we 1 punt boven ze. Maar dat zal niet makkelijk worden. Want als je al die punten die MVV is kwijtgeraakt, is dat eigenlijk op dit moment de koploper in de Jupiler League. Dus het geeft aan dat het een heel sterk team is. Ja. Dus we zullen morgen zelf 100% moeten zijn. Een totale andere houding. We zullen wilskracht en onverzettelijkheid moeten tonen. En van daaruit weer ons spel gaan spelen, goed voetbal spelen. En dan met de steun van het publiek, dan moet het mogelijk zijn om de punten hier in Deventer te houden. Een aantal spelers hebben bijgetekend. Je wilt doorgaan met een aantal vaste spelers. Is er werk aan de winkel? Ja, er is altijd op dat vlak altijd werk aan de winkel. Ik wil graag het geraamte van de ploeg bij elkaar houden. We willen uiteraard ook wel doorselecteren. We hebben dit jaar een aantal structuren gelegd. En we weten ook allemaal dat het economisch heel moeilijk is op dit moment. En die recessie raakt ook het voetbal. Wij hopen dus het geraamte bij elkaar te houden en een aantal spelers er nog bij te krijgen. Zodat we volgend jaar een nog sterker Eagles hebben. Dat is de wens. Nou, we staan hier voor de Toto van deze week. Ik ben benieuwd wat jij gaat invullen. Wedstrijd Goat Eagles MVV. Sowieso een gewone wedstrijd voor ons. Thuis altijd sterk. Ja. Ja, MVV die gaat met de punten. Zonder punten naar huis. Zonder de punten. Ja. En dat is mooi. Wordt het net als afgelopen vrijdag? Ik hoop een andere wedstrijd. Want vrijdag hebben we het wel reuze spannend gemaakt tegen Sparta. Dus ik hoop dat we hier gewoon eerst zelf al 2-0 voor staan. En dan kort naar rust 3-0 maken en dan lekker de wedstrijd uitspelen. Want afgelopen maandag was het even wat anders, of niet? Ja, afgelopen maandag natuurlijk ook een andere tegenstander. Andere zaken. Het veld zat niet echt mee. Ja, ik vond ook dat we niet echt scherp aan de wedstrijd begonnen. Of ja, niet begonnen, maar we waren gewoon de gehele wedstrijd niet scherp. En dan kan je geen punten pakken. Nee.
En dat was tegen Cambuur. Ja, en dat is ook de volgende op de lijst. Ja. Wat gaan die doen? Nou ja, Cambuur thuis is sowieso altijd lastig. En ik denk dat ze met ons, moeite wil ik niet zeggen. Maar ik denk dat ze hem thuis wel pakken met dat slechte veld van hun. De vorige wedstrijd was jij tegen Sparta. Was jij de man of the match? Ja, klopt. Ja, tegen Sparta ging wel goed. Ik vond dat het hele team wel goed speelde. En ik werd verkozen tot man of the match, ja. Dordrecht tegen Cambuur. Wat gaan die doen? Ik heb Dordrecht of Cambuur al op een winst gezet. Ik denk niet dat ze 3 keer achter elkaar gaan winnen. Maar Dordrecht. Nou, omdat ze gelijk hebben gespeeld tegen Sparta, gun ik ze deze winst. Kunnen ze ons ook niet meer inhalen. Ik hoop dat ze bij de eerste 5 komen. Het is een risico wedstrijd. Vorige week tegen Sparta was het al iets minder, maar ja, ze hebben toch weer gered. Dus in de kop dat is nu een vrijdag. Het is wel een zware doppen, maar of ze halen, ik hoop het wel. En dat ze bij de eerste 5 speelt dan nog komt een na-competitie, brengt dan nog een beetje geld in het laadje. Maar ja, het ligt gewoon aan de spelers en aan de trainer. Ja, ik ben ook fan van Go Ahead en uiteraard zou het hartstikke leuk zijn als ze in de top 5 komen, maar ja, het is nu afwachten wat anderen doen. Hopen. Ali Proper, we zien achter jou een ontzettende drukte. Mensen die een avondje Go Eagles beleven. Ja. Hoe ziet dat er nou uit, zo'n avondje Go Eagles? Ja, op verschillende manieren. Vanavond hebben we een fantastische topper, Sparta Rotterdam. Dat is heel erg in trek en onze sponsors vinden het dan geweldig om voorafgaand aan de wedstrijd hapje te eten, wedstrijd te bezoeken en vervolgens een leuke borrel te drinken. Vooral als we winst hebben, dan hebben we met een kwartier heel veel plezier. Anders duurt het ietsje langer, maar het wordt helemaal een geweldige avond. We hebben een leuk stukje muziek, fantastische lounge. Dus avondje Go Ahead is helemaal geweldig. Jullie doen er natuurlijk ook alles aan om de sponsors een leuk programma te bieden. Wat zijn nou zoal de randdingen bij zo'n etentje? Wat wij in ieder geval doen is een match legend opzoeken in onze bestaande groep. Vorige wedstrijd tegen Excelsior hadden wij Leo Beenakker. Ik heb van sponsors teruggehoord dat juist het feit dat Leo Beenakker match legend was, dat ze daarom heel erg graag naar de diner wilden. Vanavond is het Remco Pasveer. Nou, die stukken jonger, maar dat is ook interessant. Dat in combinatie met Sparta, wellicht de kampioenskandidaat, dat hopen we uiteraard niet en ook weer wel. Denken we dat ook heel veel mensen voor Remco Pasveer komen. Dus een match legend is een onderdeel van het diner. En dat wordt ontzettend gewaardeerd. Dat kondigen we aan in de matchday, in de digitale communicatie. En wij denken dat dat mede de reden is waarom het zo goed bezocht wordt. Tot slot, welke speler zou jij nog graag hier aan tafel willen hebben? Ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dan Pelé, omdat hij zo mooi is. Dankjewel, bedankt.